In deze video ga ik laten zien waar je de bracketing functie van Sony systeemcamera's kunt vinden en welke opties je hebt om de bracketing instellingen aan te passen. Nou, als je achterop het LCD-scherm kijkt, er zijn eigenlijk twee manieren om in de optie de transportfunctie te komen waar je de bracketing instelling kunt activeren. Allereerst is dat via deze knop. Je ziet hier ook uh, het icoontje van de zelfontspanner en van de reeksopname. Nou in datzelfde menu zit namelijk als je aan het wiel draait of naar beneden drukt, zit de bracketing functie. En de bracketing functie wordt bij Sony aangeduid met BRK. Nou, als je goed kijkt, zie je verschillende BRK functies. Je hebt een BRKC, je hebt een BRKS, BRK white balance (WB). En een brk dro, dynamic range, dus dit is om je dynamisch uh, bereik om daar verschillende foto's mee te maken. Dit is om foto's te maken met een verschillende witbalans. Mocht je een raw fotograferen, dan kun je de witbalans sowieso altijd achteraf aanpassen. Dus deze zul je ongetwijfeld minder vaak gebruiken. Maar de bracketing waar we het vaak over hebben, dat zijn deze twee standen: de S en de C. Nou, wat dan handig is om te weten, als je eenmaal op een van deze twee staat, onder de BRK en in dit geval S, vind je nog meer aanduidingen. In dit geval staat er 2.0EV3. Nou, 2.0 geeft aan hoe groot de belichtingsverschillen moeten zijn tussen de verschillende foto's en EV3 geeft aan hoeveel foto's er gemaakt moeten worden. Dus in deze situatie zullen er drie foto's gemaakt worden met een belichtingsverschil van twee stops. Nou, dat kun je aanpassen door naar links of naar rechts te drukken. Als ik naar rechts druk, dan zie je opeens dat er vijf foto's gemaakt worden met ieder twee stops verschil. Als ik nog een keer naar rechts druk, dan zie je dat er drie foto's gemaakt worden met drie stops verschil. Nou, zo kun je door blijven gaan. En dit is eigenlijk de minste optie in de zin van uh, het minimaal aantal foto's, dat is standaard 3 in de bracketing-functie, maar ook met het minst grote belichtingsverschil, slechts 0,3 stops. En je kan hem zo altijd naar de gewenste waarde zetten. Nou, mijn ervaring is, zeker met de professionele systeemcamera's van Sony, ik zet hem bijna altijd op deze waarde. Dus twee stops verschil en. Drie foto's in totaal. Dus dan maak je een foto op 0, een foto op min 2 en een foto op plus 2. En in heel veel situaties is dat voldoende om alle details in de schaduwen en in de hooglichten te fotograferen. Alleen als je echt tegen het licht in fotografeert, tegen het zonlicht in, ja, dan kan het zijn dat het net niet voldoende is en dat je uh, ja, net nog een stapje verder zou moeten gaan. Nou, dan heb je nog het verschil tussen BRKS en BRKC. In principe doet het allebei hetzelfde. Dus zoals ze nu ingesteld staan: 2.0EV3, dan worden er drie foto's gemaakt met een belichtingsverschil van twee stops. Maar het enige verschil is: bij de S moet je echt drie keer apart op de ontspanknop drukken om de foto's te maken. En bij de BRKC, de C staat voor continu, dus eigenlijk een continue reeksopname. Als jij de knop ingedrukt houdt, dan worden ze alle drie achter elkaar gemaakt. Dat zal ik heel even voordoen. Dus ik hou de knop nu ingedrukt en ze zijn gemaakt. Nou, in dit geval fotografeer ik een witte wand, niet heel spannend natuurlijk, maar even voor het voorbeeld. Je ziet in dit geval, deze foto is met een sluittijd van 0,6 seconden gemaakt. Deze met een sluittijd van 1,25 seconden. En de normaal belichte foto met de sluitertijd van 1 zesde. En dat is natuurlijk ook het principe van bracketing. De enige waarde die je aanpast is de sluitertijd. De rest moet gelijk blijven. Dus die fragment van 11 en een iso-waarde van 100 vind je bij alle drie de foto's terug. Dus dit moet je uiteindelijk gaan zien als je een bracketing-opname maakt. Nou, laat ik het ook nog heel even zien vanuit de BRKS. Ik kan de knop ingedrukt houden, maar er gebeurt niet meer. Niets meer. Dus hij heeft de eerste foto wel gemaakt. Hij past de sluitstijd ook direct aan, naar 1.25 voor de volgende foto. Maar ik moet opnieuw de knop indrukken om de foto te maken. En datzelfde geldt voor de overbelichte foto van 0,6 seconde. Dat moet ik ook weer opnieuw indrukken. Dus de bracketing functie van Sony werkt op deze manier. Een andere manier om... Bij de transportfunctie te komen in plaats van deze snelknop te gebruiken, kun je ook naar het FN-menu. En binnen het FN-menu kun je ook altijd naar de transportfunctie. En die zit in dit geval hier helemaal linksbovenin. Zoals dus je hier op het middelste knopje drukt, dus een soort van oké, okay, de set knop, dan kom je ook weer in hetzelfde menu terecht als waar we net zaten. Maar makkelijker is het natuurlijk om deze knop te gebruiken. Het is een snel knop. Daar is hij ook voor bedoeld om snel toegang te hebben tot dat menu.